Goedemiddag allemaal, welkom op deze persconferentie voor de wedstrijd Antwerp-RC Anderlecht. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse avant le match Antwerp-RC Anderlecht. We zitten hier bij de coach die er is om jullie vragen te beantwoorden. Donc, vos questions, s'il vous plaît. Ja, coach, Trebel en Di Matta zijn naar Spanje gegaan voor een knie. Is dat nu zorgwekkend of niet? Zeker Di Matta, omdat hij vorige week toch speelde? Ja, ik kan daar op dit moment geen uitspraak over doen. Dat moet denk ik de medische staf doen. Die moet daar een uitspraak over doen. En, ja, één ding is wel duidelijk. We bekijken het van dag tot dag met beide. Over de inhoud van waarom, dat kunt u het beste aan onze dokter, want die heeft daar meer verstand van dan ik. La question, Trebel et Di Matta, ils ont été en Espagne pour voir un spécialiste. Est-ce que la situation, est-ce qu'on doit se faire des soucis? Le coach a répondu que lui, il ne peut pas vraiment en parler. C'est vraiment une question pour le staff médical. Mais c'est sûr qu'on doit regarder de jour en jour. Rekent u op hen voor van dit weekend? Of, en zijn er nog extra blessures bijgekomen? Of, Nee, er zijn geen extra blessures bijgekomen. In je achterhoofd hou je altijd wel rekening mee dat je ze erbij hebt. Maar nogmaals, we moeten van dag tot dag moeten bekijken. La question, est-ce que vous comptez sur eux, est-ce qu'on peut compter sur eux pour ce week-end? Est-ce qu'il y a d'autres blessures supplémentaires? Le coach a répondu que on tient toujours compte du fait qu'ils peuvent être là ce week-end, mais comme il a dit, on doit regarder ça de jour en jour. Coach, ik neem aan dat u Antwerpen een beetje kent. Het is daar altijd een hevige strijd. Hè? Zijn jouw troepen er klaar voor? Nou ja, ik zal het op een dusdanige manier voorbereiden dat zij klaar voor moeten zijn. En als je naar ons kader kijkt, dan hebben we wel, ik denk de 80% of 90% van ons kader, heeft eigenlijk al te maken hebben gehad met dit soort type wedstrijden. Dus van binnenuit ja, hebben zij wel de ervaring daarin. Het is ook niet zo dat we weer dat moeten gaan overdrijven. Ook dat weer niet. Dan ga je misschien anders handelen als je in werkelijkheid bent. Dat is ook niet de bedoeling. La question était, est-ce que vous avez entendu sur l'atmosphère à l'Antwerp, puisque vous êtes prêt pour affronter cela. Le coach a répondu que de toute façon, on est prêt, on s'est préparé à ça, et notre colonne vertébrale de l'équipe a de toute façon plein d'expérience dans ces matchs-là, et il ne faut pas en faire trop. Coach, je weet dat je tegen een fysieke ploeg speelt dit weekend. Hoe vermijd je dat je daarin meegaat in dat fysieke spel, en hoe bereid je je ploeg daarop voor dat ja, stevig kan worden? Nee, weet je, als ik nu ga vertellen van hoe ik dat ga doen, dan denk ik dat mijn tegenstander daar wel happy mee is. Dus wij moeten ons op een dusdanige manier voorbereiden dat wij goed voor de dag gaan komen in Antwerpen. En daar zijn we de hele week al mee bezig. Het is niet alleen zo dat je maar één dag daarvoor gebruikt. En ik zijn we daar de hele week al ons aan het voorbereiden op deze match. La question. À l'Antwerp, ça va devenir une bataille physique. Est-ce que vous allez répondre présent là-dessus et comment vous avez-vous préparé? Ben, je vais pas vraiment dire par rapport à l'adversaire comment on s'y est préparé, mais toute la semaine, on s'est préparé pour bien se présenter à l'Antwerp. Ivan Obradovic is out. Elias Cobout heeft al om diverse redenen eigenlijk nog niet gespeeld onder uw bewind. Rekent u op hem om Ivan te vervangen? Nou, laat ik zo zeggen, iedereen die in mijn kader is, moet rekenen dat hij kan spelen. En dat verwacht ik namelijk ook. We zijn geen speeltuin, we zijn professionals. En professionals moeten altijd, wanneer er om wordt gevraagd, moeten ze daar klaar voor zijn. En of je nou jong, oud of, oud zeg ik niet vaak, maar ervaren bent, dan moet je ja, het moment dat altijd gaat komen, en wie dat dan zal zijn, die moet er gewoon staan. Dat is het leven van een professional.
La question. Obradovic est out pour ce week-end. Est-ce que Cobalt est une option pour jouer? Le coach a répondu que tout le monde doit toujours être prêt à jouer. Ça, c'est la vie d'un professionnel. Coach, jouw collega Laszlo Bononi is iemand die heftig tekeer gaat. Ook tegen de scheidsrechter. Michel Prudhomme is ook zo. Bent u van het rustiger type toch tegen de scheidsrechter dat u nooit oorlog maakt met hem? Ja, kijk, als iets onrechtvaardig is, dan denk ik dat ik ook moet reageren. Alleen de een die uit zich iets anders dan een ander. Ik vind wel dat je respect moet hebben voor mensen die de leiding hebben. En zoals dat ja, in de geschiedenis is, zoals dat nu is en ook in de toekomst zal zijn, kunnen mensen fouten maken. Dat kan. En die fouten kunnen dan weer gerepareerd worden met het nieuwe systeem. En dat is de vraag. Dus als iets zeer ten onrechte is, dan zou ik ook wel uit mijn vel kunnen springen, ja. La question était, coach, on connaît tous Bologne, Prudhomme, qui ont un caractère fort vis-à-vis des arbitres. Vous êtes plus calme. Est-ce que vous avez aussi en vous de réagir comme eux, ils le font? Le coach a répondu, j'essaie toujours de rester calme. Il faut respecter les arbitres, mais quand je sens qu'une décision est prise qui est fautive, j'ai aussi en moi de réagir. Et de toute façon, chacun fait des erreurs, mais maintenant, on a le VAR pour... rectifier tout ça. Coach, sorry voor de latere inval. Ik denk dat ik sorry moet zeggen, want volgens mij zijn we iets te vroeg begonnen. Ja. Dus in balans. De vraag is misschien al gesteld, maar hoe schat u Antwerp in? Hoe sterk schat u ze in? Ja, je moet objectief moet je dat gaan bekijken. En op de positie waar ze op dit moment staan, ja, dat is het een topclub. Dat is een feit wat nu op dit moment is. En het is hier al gememoreerd dat het een fysiek sterke ploeg is. Dat klopt. Ze staan niet voor niets op deze plek van de ranglijst dus. Die inschatting is dat we tegen een heuse team spelen dat gedurende het seizoen op een positie staat waar ze top zijn. La question, comment qualifiez-vous cette équipe de l'Antwerp quand on regarde objectivement ce club? On doit dire que c'est un top club quand on regarde le classement. On l'a déjà dit, c'est une équipe qui est physiquement forte et il faudra la respecter. Het gaat vaak over play-off 1. Ik ga de vraag niet stellen, wat denkt u erover, maar bent u de vraag nog niet beu gehoord? Sorry? Bent u die vraag nog niet verveeld geraakt? Nee. Ik bedoel, als ik aan de andere kant zou zitten, dan zou ik ook die vraag stellen aan de desbetreffende coach. Ik denk dat het heel normaal is en ja... Weet je, na iedere wedstrijd blijft dat altijd een thema. En dat is heel, ik denk dat het hoort bij de verwachtingen die deze club heeft. En als dat dan nog niet gerealiseerd is, ja, dan blijft die vraagstelling blijft altijd repeterend. En dat is heel normaal, denk ik. Ik heb daar geen moeite mee. La question était si le coach n'en a pas marre d'entendre toujours la même question par rapport au play-off 1. Le coach a répondu que non, il comprend tout à fait, c'est normal. S'il aurait été du côté des journalistes, il aurait posé la même question au coach. Et ça fait partie des attentes de ce club. Coach, er zijn nog 15 punten te verdienen. Hoeveel punten denk jij dat Anderlecht nog nodig heeft om zeker te zijn van play-off 1? Ja, ik heb ooit... In een grijs verleden ben ik ook aan het rekenen geweest en meestal komt dat niet uit. Dus laten we gewoon van wedstrijd tot wedstrijd leven. En dan zien we over 5 matchen waar we staan. Want er zijn nog 2 moeilijke, maar dan 3 relatief makkelijkere wedstrijden die op het programma staan. Ik denk dat u nu een misvatting. Dat is een misvatting. Want ik denk dat Anderlecht op dit moment, waar wij in zijn, niet 1 makkelijke wedstrijd hebben. Dat hebben we vorige week gezien. We zijn geen makkelijke wedstrijden aan het front. Zeker niet voor het team waar het team zich dit jaar in bevindt. Kan je niet een wedstrijd aangaan waar je denkt van nou, dit wordt wel even makkelijk. Ik denk, mijn beleving, na die korte periode op Anderlecht, een makkelijke wedstrijd bestaat voor ons niet. La question.
Il reste 15 points à gagner. Vous pensez avoir besoin de combien de points pour atteindre l'objectif de play-off 1? Le coach a répondu qu'il ne va pas commencer à calculer. On va regarder match par match pour atteindre cet objectif. La deuxième question était, je pense qu'il vous reste deux matchs difficiles et trois matchs plus faciles. Et le coach a répondu que quand on est à Anderlecht et avec l'expérience qu'il a, cette courte expérience qu'il a avec ce club maintenant, il n'y aura pas de match facile. Coach, what is your meaning over Zakaria Bakkali's performance momenteel? Een prestatie, sorry. Weet je, ik ben soms, dan schiet ik uit, maar meestal geef ik geen, publiekelijk geef ik geen waardeoordelen over de performance van het individu. Ik kijk naar de performance van het team. Dat is denk ik het, op dit moment zeker het allerbelangrijkste. Dat is de totaliteit en dat is het team en niet het individu. Het individu moet zich ondergeschikt maken aan het team. La question, coach, qu'est-ce que vous pensez des performances de Bakkali jusqu'ici? Le coach a répondu, je ne juge pas les individus, je regarde que l'équipe. Coach, jullie wisselden deze week van physical coach. Droeg dat uw voorkeur weg en heeft dat iets te maken met de fysieke paraatheid van de ploeg? Nee, kijk, een beetje. In zijn algemeenheid denk ik dat het goed is dat je specialisten in huis hebt. En de vorige, die was, dat is eigenlijk een assistenttrainer. En die we nu in huis hebben, dat is iemand die heel erg gespecialiseerd is in het fysieke vlak. En vandaar dat die keuze is gemaakt. La question était, coach, vous avez changé de préparateur physique, la raison. Le coach a dit, ben non, on voulait avoir plus un spécialiste. Le préparateur physique précédent était plus un assistant. Et maintenant, on a quelqu'un qui est spécialiste dans ce domaine. Coach, je ne parle pas sur l'individu, mais avez-vous, comme collectif, une solution trouvée pour plus de chances te créer, pour plus de aanwezigheid in de box te krijgen? We zullen er. In ieder geval, we zijn er wel mee bezig om dat in trainingsvormen dat meer te creëren. Dus ja, uiteindelijk geldt het dan alleen op zondagmiddag of zondag vroeg in de avond om dat te etaleren. Dat is namelijk de referentie. Dus we zullen het zien zondag. La question était, coach, vous ne parlez pas des individus, mais est-ce que vous avez trouvé une solution collective pour créer plus d'occasions? Le coach a répondu, on s'entraîne là-dessus la semaine pour trouver une solution, mais les références, on les reverra en match. Coach, hebt u ooit al een wedstrijd bijgewoond op de Bosuil van Antwerp? En tweede vraag, bent u niet jaloers op dat publiek dat eigenlijk heel veel heviger is dan dat van Anderlecht? Of zegt u van, ja, dat van Anderlecht bevalt mij ook wel? Nou, ik werk bij een club en jaloers, dat ken ik niet zo. In mijn carrière heb ik wel wat vaker meegemaakt dat ik aan de andere kant zat. En dat een hele positieve uitwerking kan hebben op het team. En dat zal ongetwijfeld ook zondag op Antwerp zijn. Maar nogmaals, het is een herhaling van wat ik al heb gezegd. We hebben geen schoolelftal. We hebben geen piepjong elftal. Als je naar de leeftijden gaat kijken, dan hebben onze spelers meer dan voldoende ervaring om daar goed mee om te gaan. La question, coach, vous connaissez un peu le stade d'Anvers, vous n'êtes pas trop jaloux du public, l'ambiance qui règne là-bas? Le coach a répondu, je travaille pour Anderlecht, je ne suis pas jaloux du tout et on a une équipe assez expérimentée pour pouvoir gérer cette ambiance. Coach, je ben nu ongeveer een maand aan de slag bij Anderlecht. Merk je al veel evolutie sinds de dag dat je begonnen bent? Nou ja, niet in punten. Of ook niet in punten. Als ik de reeks van wedstrijden ga kijken naar wat Anderlecht zeg maar, de laatste 12 of 14 wedstrijden heeft gedaan, dan kan je niet zeggen dat er een enorme sprong vooruit is in puntenaantal. Wat ik wel kan zien, ik zie wel een progressie in de manier van spelen. We krijgen steeds minder kansen tegen. Dat is al
een gegeven. We zijn veel minder slordig in ons spel. Dus ik zie wel, het is wat gestructureerder. Dus ik zie daarin wel een progressie binnen het team. Nou, kijk, natuurlijk, weet je, als je de wedstrijd gaat kijken, heel objectief, dan. Kijk, ik kijk niet graag achteruit, maar als je daarna gaat kijken naar deze wedstrijden, ja, dan hebben we niet het allermakkelijkste programma gehad. Hè? Als je naar Standaard moet, je moet naar Gent, dat zijn niet de allermakkelijkste matchen. Zeker niet als je dat af gaat meten naar het verleden. Dus en daarin was het zo, ja, eigenlijk teleurstellend dat we afgelopen zondag niet de 3 punten hebben gepakt. Dat was voor mij persoonlijk, maar ook denk ook voor het team. Dat was een situatie wat ik eigenlijk ook niet had verwacht. La question était, coach, vous êtes là depuis un mois. Est-ce que vous avez vu beaucoup d'évolution depuis votre arrivée? Le coach a dit oui, mais pas au niveau des points, c'est sûr, mais dans la manière de jouer, dans la façon de jouer. On donne moins d'occasions à l'adversaire, le jeu est plus structuré. Maintenant encore les points, mais le coach a dit de toute façon, le programme qu'on a eu n'a pas été facile. Et c'était pour ça qu'il était très déçu ou c'était décevant de ne pas avoir pris les 3 points dimanche. Coach, deze week heeft Ajax wel verloren tegen Real Madrid, maar wel heel sterk gespeeld. Schat je het niveau van de top van de Nederlandse competitie hoger in dan de top van de Belgische? Ja, het is iets anders. Kijk, in Nederland heb je PSV, Ajax en die steken er met de kop en schouders bovenuit. Ik denk dat je in België iets meer clubs hebt die, zeg maar, die met elkaar kunnen wedijveren. Zeker ten aanzien van het fysieke. Ik denk dat het in België allemaal fysiek wat sterker is als in Nederland. En in België is het bijvoorbeeld voor grote clubs is het veel moeilijker om van de kleine clubs te winnen. In Nederland, ja, dan weet je eigenlijk op voorhand al als een van die top 2 of 3 naar een heel klein clubje gaat, tussen aanhalingstekens, met respect, dan weet je eigenlijk al dat worden 3 punten. En daar zit denk ik wel een wezenlijk verschil in. La question, coach, on a vu cette semaine l'Ajax contre le Real. Est-ce que vous pensez que les top clubs en Hollande ou les top clubs en Belgique, il y a une grande différence? Le coach a répondu que dans le championnat aux Pays-Bas, on a le PSV et l'Ajax, et ils sont beaucoup plus forts que toutes les autres équipes. En Belgique, il y a plus d'équipes qui sont certainement physiquement plus forts qu'en Hollande. Et pour les top clubs en Belgique, c'est beaucoup plus difficile de gagner contre les petites équipes. Ok, dankjewel. Ik denk dat we hier gaan afronden. Dank je voor je vragen en tot zondag. À dimanche. Merci beaucoup. Dank u wel.